Dus we gaan zo meteen samen een kleine oefening doen waar ik ook een opname van maak, omdat die elke week terugkomt. Dus dat ook voor de mensen die er vanavond niet bij konden zijn. En dat is de Namaste-oefening, die we de komende weken telkens in het klein in de breakout room doen. Elke bijeenkomst beginnen we met het licht in de ander te groeten. Gewoon om dat licht in de ander wakker te maken, de waarde van de ander te bevestigen. En tegelijkertijd, wanneer jij het licht in de ander ziet, verbind jij je ook met licht, met eerbied, met dat je werkelijk ziet dat iedereen een goddelijk wezen is en dat verheft tegelijkertijd jou om te doen. Nou, deze eerste bijeenkomst wil ik dat gewoon samen doen in de grote groep dus dat we dat met een aantal mensen doen, iemand kan aangeven. Ik geef je zometeen de kans om of je hand op te steken of je microfoon aan te zetten en je stem te laten horen wie daar zeg maar licht namaste wil ontvangen. Als er dan één iemand is, dan gaan wij als gehele groep gaan we ons focussen op. Het licht in die ander, wat bedoel ik daarmee? De liefde die in zijn of haar hart klopt, zou een focuspunt kunnen zijn, niet? Dan focus je op het licht, de liefde die in de ander zijn hart klopt. Of die daar op dit moment in zijn leven heel goed bij kan. Of niet, dat, dat doet er niet zo toe. Jij focust erop. Jouw hart klopt. De schepper zelf klopt in jouw hart. Dat helpt die ander om daar meer van te gaan voelen. Je kunt ook focussen op de miljoenen wonderen die per seconde in elke cel van iemand plaatsvinden. Weet je, en te beseffen wat een wonderbaarlijk wezen daar voor jou zit of staat. Focus je ook op de enorme intelligentie, het licht van God, wat voor al die miljoenen wonderen zorgt. Wat wij meestal in mijn cursussen doen, is dat je je aandacht iets laat afdalen. Dat je niet naar de buitenkant kijkt, hè? het masker of hoe iemand eruit ziet of zijn, zijn of haar naam. Nee, je beseft daarachter drijft een ziel dat leven. En die ziel van iemand is verbonden met zijn of haar hogere zelf, dus je beseft, hij net als in jouw eigen leven, is het licht daar werkzaam. Ieder van ons is naar de aarde gekomen om te leren over de liefde, om zichzelf te ontplooien, te ontwikkelen en zijn talenten te ontwikkelen en die te schenken. Aan de mensen om hem heen en de geschenken van anderen te ontvangen. Dus wanneer je focust op de ziel, het licht van iemand, de enorme intelligentie die in die ander werkzaam is. En sommige mensen hebben heel wat op hun bordje liggen. Dus als je aan de buitenkant kijkt, aan de oppervlakte, kan het een stom iemand zijn vol met oordelen die allerlei dingen nog niet begrijpt. Daar focussen we, nee, als we focussen, namaste. Is, ik zie de God in jou, de ziel die daar aan het werk is. Wanneer je daarop focust en je zendt daar vertrouwen naar uit, krijgt degene waarmee je interacteert automatisch een prettig gevoel bij jou. Het is bijna of jij zonder woorden die ander herinnert aan dat het een lichtwezen is dat zijn of haar grootheid dat hij zelf ook iets meer durft te gaan vertrouwen op het licht en de intelligentie die hem drijft wanneer jij dat doet til je automatisch jezelf op dat is waarom ik zeg maar in de inleiding schreef, dat als je namaste die oefening meeneemt in je leven en iedereen die je op een dag ontmoet Zeg maar beseft en groeit dat lichtwezen wat in de diepte intelligent aan het werk is. om die mensen een stapje verder te helpen, te laten groeien in liefde. meer te verbinden met de schepping.